iedereen wil nog steeds bij zijn ouders weg, zeg maar, uiteindelijk. Niet iedereen wil thuis blijven wonen tot zijn 40ste. En ik denk dat dit een van de oplossingen is om te gaan kijken om een winkel of een kantoorpand om te gaan zetten naar een woning. Over grootvader Corbet begint hier in 1935 een smederij. De smederij wordt in de jaren 60 een winkel, maar de winkel staat nu leeg. Mijn ouders hadden hier een winkel en een showroom, maar voor cv-installaties is dat gewoon niet meer van deze tijd. Ja, het gaat tegenwoordig allemaal via internet en via de mail en via de telefoon. En het is geen core business meer voor ons. De mensen komen niet meer om een foldertje, om een boekje of een dingetje te halen. Dus ze spelen al een tijdje met van ja, wat gaan we doen met het pand? Daar heb ik voorgesteld om het om te gaan zetten naar een appartement. Zijn we gaan informeren bij de gemeente of dit mogelijk was en of de gemeente ook welwillend was om dit te gaan doen. En sinds vorige week hebben wij officieel de vergunning gekregen. Toen hebben we met elkaar vastgesteld dat er een kernwinkelgebied zou moeten zijn en aanloopstraten. En in aanloopstraten mag je dan, mits het voldoet aan allerlei voorwaarden, de winkel omzetten naar woonruimte. En je ziet op dit moment dat dat inderdaad steeds meer gebeurt. Dat er initiatiefnemers komen die zeggen van nou, dit winkelpand heeft al zo lang leeggestaan, het lukt niet om het te verhuren. Mogen we het omzetten naar wonen? En nou, daar is nu een aantal keren ja op gezegd. En dat zie je ook dat er een aantal winkels omgezet zijn naar woningen in de aanloopstraten. Dat wil zeggen dat er dus bijvoorbeeld driedubbel glas in moet met speciale isolatie. Dat er speciale opmetseling moet komen met speciale isolatie. En dat wordt ook getoetst, als het goed is. Bouwtechnisch wordt gekeken, maar ook bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Soms zie je dat een initiatiefnemer echt behoorlijk veel appartementen wil realiseren. Ja, en dan is het wel de zaak van oké, waar gaan die mensen in de toekomst dan parkeren? Hebben we dan parkeerplaatsen ervoor? Gelukkig kan Mark zijn auto op eigen terrein kwijt. Doet het je nog pijn dat het oude winkelpand van je ouders en je grootouders eraan gaat? Dat het verloren gaat? Toevallig kwam ik een stuk uit de krant tegen van mijn opa van, ik denk 50 jaar geleden. En mijn opa zei, het is maar oude troep. Iedereen wil nog steeds bij zijn ouders weg, zeg maar, uiteindelijk. Niet iedereen wil thuis blijven wonen tot zijn 40ste. En ik denk dat dit een van de oplossingen is om te gaan kijken om een winkel of een kantoorpand om te gaan zetten naar een woning.